Goed mensen, ik ben Sam. En ik zit hier samen met Erwin. Yo, what up bro. Met heel veel pijn. We zitten hier in Shards of the Void. Nou, ik was eigenlijk hier geëindigd. Maar Erwin is naar ons toegekomen. Toch te peet. Hahaha. En er komen hier heel veel monsters vandaan. Dus we moeten hier zo snel mogelijk weg. Hebben we nog toortjes? Of heb jij toortjes? Ik heb een paar. Ik had nu mijn laatste toortje volgens mij neergezet. Oh shit, maar hier kwamen we vandaan, of niet? Nee. Want volgens mij had jij wel toortjes achter je neergelegd. Ik dacht het ook, ja. Maar hier lag gewoon een torch. Oh god. Nee, maar ik heb torch dit neergezet. Oh, ik kan torches maken. Mooi oh, zo. Ik ook, wacht. Hoppakee. Hier. 32. Zo. 52. Bam. Neem ondertussen een golden apple. Oké, in wat een godsnaam waar zijn we? We zijn in die ene dungeon. Achter, waar die ghasts spannen en zo. Waar die, ook die heel veel blaze spannen. Ja, oh precies. Shit. Oh, spider, get out of here. Oh, dammit. Oh. Oké, maak deze kapot. Woep. Hoppakee, die is down. Oh, creepertje. Oeh. Laat ze maar ontploffen anders. Bam! Hoppakee. Oh, silfish. Oh god, oké, dat was niet zo slim. Maar ja, ik krijg toch amper damage. Bam, ja. die kapot. Hoppakee, lekker dan. Oké, dan moeten we verder gaan naar het wol. Want dit is één hele grote maze. Maar deze dungeon duurt ook al zelf heel lang, hè? Zit al door. We zitten hier echt al... Tenminste, voor mijn gevoel. Want je had toch ook die voorstukjes met de boekkast en zo. Ja, dat lava. Dat was bij deze dungeon ook. Dacht ik. Best een lange dungeon. Oh, shit. Oh, ah! It hurts. Oh, ga je dood? Ik heb eigenlijk even... Eigenlijk heb ik een healing potion ergens van het kalen. Ik heb misschien wel een healing potion. Ja, hier. Ik heb een healing potion. Oeh, nice. Een escape plan ga ik nemen. Zo, en dan leg ik hier rescue. Overal torches neer. Oh shit, wither skulls. Of wither skeletons. Oh god. Oh god. Oeh, silverfish. Wauw, wat veel enemies. Holy shit. Nog een golden apple. Hebben we geen enchanted golden apple? Nee, dat hebben we niet, hè. God. Waar, help jij naartoe? Ik ben hier. Oké, okay. Hi. Yo, what up? Jezus, dit is echt een hele dolof hier zo. Ja, god, zo moeten we naartoe. Volgens mij ben ik jou trouwens kwijt. Oh, wat is dit voor spanner? Huh? Nee, ik stond net naast je. Ja, maar ik ben... Wither skeletons, enderman. Oh, ik zie je al. Sam. Oh god, waar ben je? Ik ben... Niet zo. Ik zit er grens. Ja, daar. Ja, precies. Oh god, je hebt helemaal geen armor meer aan. Daar ligt het aan. Nou, krijg je zoveel damage. Oh, what the hell. Tankplate. Ik heb alleen geen helm, maar ja, dat moet nog even. Hier. Ik heb hier... Dit voor je. En... wat wil je nog meer? Ik heb een boog voor je. Ik heb scissors voor je. Ik heb nog een boog voor je. Ik heb een helm nodig. Een paar golden apples. Hier. Mag je een helm. Nee. Oh god. Ik heb vier. Oh jezus. Holy. Er komen er gewoon vier aan. Wauw. Oké, go. Hier zit waarschijnlijk dan een spanner. Ja, ik ging daar naartoe en er zit een diamond wither skeleton spanner. Die heb ik al gedisabled net. Oh, relaxed. Hier zit er ook nog een diamond. En die maak ik wel even snel kapot. Oh nee, dit is een iron. Zo. Okay, die diamond spanner is kapot. Chill. Alleen zit er nog geen enkele loot. Deze kapot maken en even wat eten. Ik heb er weer van die langzame gear aan. Oh god, dat is zo vervelend, hè? Ja, ik heb wel 20 hartjes. Dus. Beter. Heb je 20 hartjes? Ja. Wauw. Mooi. Dat zijn twee rijtjes, of niet? Yep. Ja, ik heb 2 extra. Of 4 extra, ik weet nog niet. Ik denk 2. Want ja, mijn armor gaat ook eigenlijk helemaal kadoek hier zo. Hallo creepers. What is up in the club? Hoppakee. Wegwezen. Allemaal. Zit daar hier zit de wol, Echt? Ja. Nu al? Of al? Nou, nu eindelijk. Alleen zit er een gat tussen. Oh. That I do not like. Hoppakee, die zit ook zoveel enemies. Oh, allemaal spawners. Oh, inderdaad. Wauw, dit wordt... ja, hallo, nog even. Wacht, invisible blazes? Wat? Invisible blazes, I'm done. Wat? Oké, hoe gaan we dit doen? We moeten een brug maken. Nee, wacht, we moeten enchanted golden apples hebben, want dan krijgen we fire resist van. Daarvoor krijgen we geen damage. Heb jij nog gold? Nee, dit is ook niks. Cool. Hoe de fuck willen... ik heb een idee. Als jij ze allemaal afleidt, dan ren ik gewoon daar naartoe. Ga ik een paar blokken neerleggen. Oké, wacht. Ik denk dat de enigste optie is. Want als we doodgaan, we houden toch onze items.
Oh man, dit is echt... Want ze hebben geen pushback. Of niet veel pushback. Nee, klopt. Dus in principe kunnen we gewoon wat ik nu doe. Kunnen we gewoon... Au. Kunnen we heel voorzichtig... Oké, get back. Ik ben op ze aan het schieten. Ja, dus we blijven toch dan maar bijspannen. Dus het beste is dat we gewoon even ons leven sparen. Want we hebben ook echt helemaal geen armor meer. Samen. Even kijken, okay, wacht. We moeten even een paar blokken hakken. Ik heb een idee. We moeten even oppassen dat het geen silverfish zijn. Hoppakee. Volgens mij heb ik er nu eentje redelijk gedisabled. Chill. In ieder geval wat minder, zeg maar, dat ze wat minder spannen. Oh god. Dit is echt lastig. Het probleem is dat je gewoon die blazes niet kan zien. Want ik weet niet of het er nou echt belachelijk veel zijn. Of het er 2 of 3 zijn, hè? Ja. Ja, I know. Wacht. Oh shit, ik ben dood. Yes, ja? Ik ben dood. God damn it. Ik moet even kijken. Even potion merchant. Want we hadden alsnog geen fire resist, hè? Nee, wat we wel hebben, we kunnen ladders kopen. Oeh. Ik weet niet of dat veel uitmaakt. Potion of healing, splash healing, regeneration, fuel, strength. Nee, ook helemaal niks. Night vision. Tools en armor. Wat is handig om... Ja, we kunnen even gear kopen. Sowieso denk ik wel even handig, hè? Weet je wat, dat ga ik gewoon even doen. Chain gear of iron gear? Ik koop wel even wat iron gear. Ook voor jou? Ik heb eigenlijk alleen een helm nodig. Oké, ik heb een helm nog voor je. Zo. Ik koop dan even alles. Alles en alles. Zo. En dan, ja, Blast Protection kan ik in principe uitdoen. Daar heb ik niet zoveel aan. Nou, weet je wat, ik hou hem gewoon nog lekker aan. Zo, dan kom ik eraan. Met een helm. Dan ga ik ook nog even een paar blokken kopen. Okay. Dan hebben we in ieder geval genoeg blokken om daar naartoe te gaan. Beste blokken zijn... Ja, wat is goed? Goedkoopste. Ik koop wel dirt. Oh, ik heb nu 20.000 stacks dirt gekocht. 20.000? Holy shit. Yes. Evan, kom. Ik heb hier een iron helm. Kom, there you go. Hoe staat het hier? Ik heb 25 hartjes. Ik kan bijna niet dood en ik schiet die blaze in 1 schot neer. Dus... Serieus? Als ik ze kan zien, in één schot? Ja, met die boog, weet je wel. Nou, jij hebt natuurlijk die OP-boog, of niet? Ja. Oké. Daar volgens mij... Oh, daar. Dus dat betekent dat jij eigenlijk wel dik dit kan doen, wat ik nu eigenlijk zit te doen. Nou, ik geef jou cover eigenlijk, probeer ik. Oh, dat kan ook. Oh god, ik ga weer dood. Kan je niet die spanner kapot maken trouwens? Hallo? Dat was eigenlijk niet in mijn eerste prioriteit, maar inderdaad, hij is nu kapot. Oh shit! Er zit een zombie. Au! Oh nee! No! Oh! Ik... Sorry, Sam! Oh no! Ja, yeah, I know. Hoe staat het nu hier? Ik heb hier... Weet je wat, ik geef wat anders wat dirt aan jou. Dan kan jij ondertussen, als ik weg ben, dat jij gewoon verder kan gaan. Zal ik maar weer gewoon proberen? Ik vind het wel eng. Goed. Want ze zijn serieus gewoon onzichtbaar. What the fuck? Ja. Yeah. Oh shit. Hell's Blazes. Yes, hij is kapot. Heb jij nog golden apples? Niet echt, eigenlijk. Oh shit. Oh, er lag hier een zwaard. Heston Sword. Een breaking. Niet doodgaan. Dat komt goed. Oké. Oh shit, man. Die blazes zijn zoveel. Oké, als jij probeert die spawnen daar kapot te maken. Mm-hmm. Ga ik dat lukken, denk je? Ja, ik moet nog even een klein stukje vooruit, maar... Maar ik zie ze ook gewoon helemaal niet. Ze zijn gewoon echt letterlijk onzichtbaar. Fuck. Oh god. Ik kan ze wel ongeveer raken. Spannen er weer 20. Daar. Ik kan ze ook wel raken, alleen... Het is of ze doodgaan, dat zie ik maar niet. Want ik doe ze wel damage, maar gaan ze dood? That's the question. Voor mij krijgen ze alleen maar pushback, denk ik. Oké, ik ga we proberen weer verder te doen. Even wat eten. Even goed dodgen. Hoppakee, oké, ik ga ervoor. Oh god, vuur uitmaken. Bij. Kom je er niet bij? Net niet, maar ik ben er bijna. Oeh. Oh god, snel weg hier. En ik maak hier even een... Oh god, ik ben dood, denk ik. Oh man, ik hoop niet dat ik dood ga. Ik hoop echt niet dat ik dood ga. Nee, niet. Oh. Don't die on me, man. Come on. Oké, ik leg dit even hier neer zo. Hoppakee. Zijn we hier ook weer veilig? Ik moet heel veel regenereren. Ja, dat is cool. Kijk, ik heb hier gewoon een hele koffer gemaakt. Ja, ik zit even mezelf in een hoekje. Oh shit.
Dat is echt dramatisch. Heb jij nog een healing potion of überhaupt een potion met iets? Even kijken, zo even kijken wat ik heb. Ik heb bones, spider eye. Ik heb wat crippling venom. Wat doet dat? Dat is zeg maar voor hun, dat is poison damage. Is in principe wel chill om te gebruiken, maar... Zeg maar, dat is splash potion damage. Ik heb nog een rage potion. Dan doe ik heel veel damage met mijn leven waarschijnlijk, hè? Ja. Daar heb ik nog niet zoveel aan. Heb je niet zoveel aan? Voor de rest eigenlijk niet. Maar houd het op, hè? Dan probeer ik... Die blazes aan de linkerkant moeten we vooral even killen. Want die zit echt heel erg dwars. Want daar moet ik naartoe. En die doen mij heel veel pushback. Ook gewoon naar achter en naar voren. Oh shit, man. Er zijn er zoveel! Daar zit er eentje. Dat moet ik weer even eten. Nam. Oké, ik... Kan jij proberen die dingen verder te bouwen? Ik heb geen levens meer. Oké. Ik heb deze spannende kapot gemaakt. Chill. Als jij aan de linkerkant verder kan bouwen, want ik heb amper levens. En jij hebt wel veel levens. Ja, ik moet nog heel even een beetje regenereren. En dan ga ik het langzaam doen. Kijk hoor. Ik weet niet waar ze allemaal zitten. Oh shit! Oh nee, ik gooide mijn bow weg! Oh. Ik klikte per ongeluk op Q en... Oh nee! But why? Ik weet niet, ik klikte gewoon random op Q. Waarschijnlijk gewoon een fingerslip, dat ik... Dat je gewoon van A naar Q ineens klikt of zo. Oké, ik ren voor je. Oké. Au. Oké, als ik nog een keer gehit word, dan moet ik weg. Oké, ik moet weg. Oh shit, dan nu ga ik al dood. Ja, dat kan ook inderdaad. Oh shit, nee. Nope, not for me. Ik kan ook terug en even kijken of daar wat loot zit, alleen... I don't know, ik vind het toch... Oh, careful. Ik heb nu ook geen boog meer. Oké. Shit. Oh, je leeft dan nog? Nou, ik zit in de cobweb, dus ik ga zo meteen naar beneden vallen. Het is... Uh-oh. It's prolonged death. Als jij meteen een paar... Een paar health potions mee kan nemen. Ja. Zou ik wel chill vinden. Dan kan ik hier dus even renegade... Wow. Regenerate. Ik kwam niet eens uit het woord. En dan wacht ik wel even op je. Oké, en wanneer is er weer? Mooi zo. We hebben hier splash potion of healing. Nog twee splash potion of healing. Je had geen boog, hè? Nee. Nou, dat is niet meegenomen. Of nou trouwens. Ik heb nog wel een curse bow. Alleen die geeft min 4 attack en min 25 health. Maar wel het bench 2 power 2, maar punch 1. Nee, ja, punch 1 is wel goed, inderdaad. Dat is tenminste... Oh god, er zijn er nu zoveel. Oké, splash potion of healing ga ik omgooien. En dan gaan we... Ik probeer heel hard dat ding af te maken. Dus ik ga het nog niet doen. Ik ga pas als ik laag levens heb. Oké. Oh nee, oh. Oké, dat schoot echt niks op. Oh god. Oeh, shit. Dat was niet chill. Oh ja, dat schoot ik echt 10 keer niks mee op, man. Wauw. Als jij... Die dingen moeten eigenlijk even jou targeten. Dat ik nou zo snel kan rennen. Ik heb nu een hele goede positie. Nice. That is what we need. Die spawner, daar moeten we eigenlijk even kapot maken. Ja. Yeah. Zit daar een spawner? Nee, dat is een chest. What the hell? Oké, dat hitte me. Heb jij een chestplate nodig? Nee, want ik had hier even uitgedaan, want ik heb ze wel hele goede chestplates, alleen die maakt me heel langzaam. Zodat ik even daarvoor... Oké, dat je nog heen en weer kan rennen. Ja. Oké, die blaze daar in de verte moeten we even killen. Ik dacht, ik kan alle blazes killen, maar... Oh, dit is zo moeilijk, Erwin. YOLO! Achter je. Oh, wow. YOLO! Oh, wauw. Kijk meteen ook onder je, want er ligt ook een chest. Oh shit, Erwin, lekker dan! We hebben de purple wool! Yeah, buddy! Wacht, super nice. This was an intentionally loot heavy dungeon to prepare you for some of the endgame crap. Wij hebben helemaal niks meer. Echt. Maar daaronder en daarnaast ligt nog wel chest, hè? Oh, ik heb god, hier ik ga weer dood. 12 emeralds. Triple plate. Unbreaking 3, protection 3, fire protection 3, blast protection 3, projectile protection 3. Neem maar nog allemaal gewoon mee. Snel. ik hou het hier nu echt langer. Maar waar zat die chest? Ja, daarboven. Lijkt net aan zo'n dingetje. Waar je echt. Je hebt er een. Daarboven. Boven de dirtblock ding. Ja, daar. Oeh, Angel's Broadsword. Oeh, die ga je leuk vinden. Chill. Go. Oeh! Ik probeer ze allemaal nog dat ze mij proberen te targeten. Oké. Het gaat een beetje moeilijk.
Oh ja, nee, nee, het werkt niet. Go! I'm out of here. Oké, let's go. Okay, doe je stack allemaal aan. Wacht hier, heb je purple stuff? Yes, heb je er één? Nee, ik heb er zelf ook eentje, maar die is voor jou. Beter. Even kijken. Ik geef jou dit zwaard. En deze chestplate. Angel ding. Oh, die vond ik wel leuk. Oh, ja. Oh. Smite. Sharpness. Knockback. Fire aspect. 6 health. Wow. Yep. I really do like this. Maar ik ga eerst nog verder met mijn Defiance. Of Devastating Sword. That is it. Oké, okay, maar als het jammer. Goed is, moet hier dus nog wel iets meer loot liggen. Ja, want wij hebben dus... Nou, we hebben wel goede loot, alleen... Oh, deze heeft wel min 30% speed, dus die doe ik nog even uit. Dus ben ik morgen nog steeds niet thuis, heb ik ook geen zin in. maar inderdaad, je moet nog wel loot vinden. Alleen, ik denk dat we ook echt best wel veel loot hebben gevonden, hoor. Want dat we dat gewoon allemaal hebben gebruikt al. Dat denk ik. Maar misschien... Ik heb hier nog een... Oh, oké, ik heb hier nog een stukje gevonden wat we nog niet hebben geëxplored. Oké, chill. Oei, dat zijn er heel veel. Maar ik denk dat hier... Oh, hallo, spanner. Ik denk dat hier... Oh, shit. Nee, ik ben dood. Doei, Erwin. Doei. Heal jezelf. Oh, damn it. Oh. Maar in ieder geval, jongens, wij hebben de Purple Wool. En weer gaat die dungeon nog even lekker discoveren. Kijken wat we daar kunnen vinden. Ik zou zeggen, check zijn kanaal. En dan kan je direct zijn point of view kijken. Een gold block. Emerald block. Oh, een emerald block. Chill. Dus jongens, hartelijk dank voor het kijken. Wij hoeven nog maar een paar wolletjes. En dan zijn we klaar met deze adventure map. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace.